Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we zijn alweer lekker bezig natuurlijk, hè. Ja, als mensen het kijken is het maandag, hè. Zal het even omschakelen natuurlijk. Hey, ik sta hier vandaag met Fabian. Goedemorgen. En Jasper natuurlijk. Goedemorgen. Goedendag. Wij zijn al het een en ander aan het doen. Je ziet dit, de Luas die staat op bokken. Ja, want hij is best wel, hij ziet er al best wel af uit. Maar er is nog één onderdeel wat eigenlijk heel weinig aandacht heeft gehad. En dat is natuurlijk hier. Oh, kijk. Hopsa. De motor. Ja, daar hebben we eigenlijk precies niks aan gedaan. We hebben daar... Wel op tijd gezet. Ja, de ontsteking hebben we op tijd gezet. En de olie hebben we gepeild. En vooruit de startmotor hebben gemaakt. Maar dat was het dan ook wel. Dus we hebben eigenlijk geen olie ververst. Ook nog geen kleppen gesteld. Nou, je ziet het blok ligt al open. Kleppendekseltjes zijn er al af. Ik heb die koelkap eraf gehaald. Ik had al een begin gemaakt met kleppen stellen aan die kant. En ondertussen is Jasper bezig om aan de onderkant wat dingen eraf te schroeven. Om bij de olieaftapplucht te komen. Dus dan gaan we er olie eraf doen. Nieuwe olie erop. En ondertussen is Fabian al bezig. Met de kappen, tenminste de kleppendeksels en die koelkap hier, was het idee om die eigenlijk te stralen. Alleen had ik toch per ongeluk het verkeerde straalgrid besteld. En we hebben het oude er al uitgehaald en dan was ik helemaal versleten. Dus daar zijn we even op de ouderwetse manier aan het doen met de staalborstel helaas. Maar ja, we willen toch vandaag eigenlijk wel proberen af te werken. Dus laten we gauw verder gaan. Ja, en nog een ding, als het goed is, is straks de voorruit klaar. En dan ga ik die ophalen en dan kan die hier ook in. Dus dat is ook een mooi klusje. Oh ja, ik vergeet nog een ding, want jij was al bezig met de vetspuit, hè? Ja. Ondertussen... Oeh. Zo, dit scharnier hier. Laten we die motorkap gewoon even afpakken, want dit gaat daar gewoon fout. Er zit daar zo'n stok aan, maar dat doet eigenlijk niks. Tenminste, ja, dat doet wel iets, maar... Kijk, die scharnieren zijn gewoon open. Ja, daar zit het, hè. De duimelaars. Daar moeten we de kleppen stellen. Ik had er net al een gesteld. En er zat echt heel veel speling op. Dus dat is, ik ben benieuwd. Ik denk dat die straks wel een beetje lekkerder gaat lopen als die gesteld zijn. Kijk, als die klepspeling niet goed is, je hebt eigenlijk twee kansen natuurlijk. Dat is ofwel die is te klein of er is geen speling. Dan sluiten je kleppen niet meer goed. Dan heb je kans dat ze verbranden. Dus dat is helemaal foute boel. Ja, te veel speling is uiteraard ook niet goed. Daar gaat natuurlijk heel hard liggen tikken. Ja, de timing van je kleppen, ja, dat is eigenlijk in beide gevallen natuurlijk, die is niet helemaal goed. Omdat die nok, die heeft natuurlijk een bepaalde vorm. En het moment dat die nok eigenlijk begint te draaien en die drukt die klep in, ja, dan begint die te openen. En je kunt je voorstellen, als die afstand niet klopt, ja, dan gaat die klep niet op precies het goede moment open. En dan blijft hij ook niet de tijd open dat je zou willen. Dus vandaar klepspeling controleren. Dus daar was ik mee bezig. We moeten ook nog de versnellingsbakolie misschien even aflaten dadelijk. En dan moeten we gelijk even kijken naar het schakelmechanisme. Ik heb namelijk toevallig gisteren nog even een tijd achter de computer gezeten. Met manuals van de Luas. En er zit hier inderdaad... Zit een soort van vergrendelingsmechanisme, zit hier in het dekseltje. Die voorkomt dat je deze pook dus, ja, wat wij dus vrijdag geprobeerd hadden, om hem in die kruipversnelling te krijgen. Ja, dat is dus een mechanisme die dat verhindert. Hè? Zodat je hem niet in twee versnellingen tegelijk kan zetten. Want hij heeft dus echt een afzonderlijke kruipversnelling. Het is niet dat hij een lage gearing heeft, zoals dat je op de meeste terreinwagens ziet. Maar je hebt dus echt, als je deze versnellingspook in zijn vrijzet, dan kun je hem hier met, ja, dat is nog een extra versnelling die hij heeft als een kruipversnelling. Maar ja, dat mag dus absoluut niet als deze versnellingspook is ingeschakeld. Want dan zou je de versnellingsbak in twee versnellingen tegelijk kunnen zetten en dan, ja, dan draait de versnellingsbak kapot. Dus daarom zit er een pal in en ik denk dat die pal blijft hangen. Maar dan moeten we dus dit deksel straks er een keertje afhalen en dan dit plaatje van de bak, pakken we die eraf. Laten we gauw verder gaan. Deze heeft geen speling. Een beetje doordraaien, even kijken. Nou wel, kijk, daar komt ie. Ja, dat is wel goed. Ja, wat je eigenlijk wil is dat je voelermaatje
net met een beetje weerstand er tussendoor schuift. Dan is het, dan is het goed. Het is altijd naar, als je dan die borging vastdraait, dan verloopt die altijd een beetje. Nou, als je... Nou, moeten we deze ongeveer doen. Zo. Die heeft behoorlijk veel speling. Zo eentje die hoor je wel als hij loopt, hoor. Die speling is minder heftig dan het leek. Zo. Ja, dit is wel een serieus voordeel van een amfibievoertuig. Ik zit hier gewoon aan de bovenkant sleutel, terwijl Jasper daaronder bezig is. En als ik nou iets laat vallen of zo, dan krijgt hij het niet gelijk in zijn nek. Dus dat is wel luxe. Hè? Dus bij een auto is dat wel anders. Het lijkt spannender dan het is. Kijk, ik kan ze ook een beetje schuiven, deze. Maar dat maakt niet uit. Maar 0,25 past hier ook, die is te groot. 0,25 die gebruik ik voor de uitlaten. En de 0,15 dat is voor de inlaten. Iets te fanatiek geweest. Hier strakker, maar op zich is hij wel goed. Nou, deze is gewoon goed. Perfect. Niks aan doen. Hopsa. Komt eruit? Water? Nee. Nee, vallig. Die olie was niet heel slecht, hè? Gewoon zwart welkeurig, toch? Ja. Als je klaar bent met zo'n werkje, moet je nooit vergeten die sleutel eraf te halen. Nou, hier valt er niet mee, maar vaak als je dat bij een andere auto doet, zet je hem onder op de krukaspoelie en dan kun je hem wel eens vergeten. En dat is niet best, hoor. Even de aftapplug eruit vissen. Yes. Hoppatee. Ha, mooi. Dan kan ik ook eigenlijk het moertje pakken wat ik daar dus gisteren heb laten vallen. Zo. Oké. Pak er wel eventjes een sleuteltje voor. Daar zijn we dan. Smerig uit. Dit. Ziet er sowieso al een beetje goor uit. Ziet er niet zo lekker uit daar, hè? Vind je het ook spannend, Tom? Ja, ik vind het wel spannend. Zo. Ik heb geen idee wat we gaan zien. Ik wel. Ik vermoed een heleboel tandwielen die er ongeveer net zo uitzien als dat deel wat we daar kunnen zien. Daar zo, een van die draadeinden hier zit hij nog vast. Oké dan, ben je er klaar voor? Yep.
Boah, het valt wel mee. Het is niet nieuw, maar het is ook niet dramatisch. Kijk, er zit water in. Dat verklaart ook waarom dat die olie natuurlijk een beetje die kleur had. Even het water verdrijven. Daar is het speciaal voor, hè? Oh, die herkenbare geur, hè? Lekker, hè? Ruikt gelijk weer goed. Maar die wil niet. Die wel. Klik. Schakel het daar onder, hè, die schakel hem af. Dat is de achteruit, deze. Hij kan nou niet inschakelen omdat hij net niet uitgelijnd staat natuurlijk. Maar... nou is hij 4x4 ontkoppeld. Als ik hem nou zo zet, dan koppelt hij hem in en dan kunnen we hem niet meer draaien. Want hij... Zie je? Ja, dit is 4x4. En nu zou deze, die moet nou daar naartoe kunnen schuiven. Hè? Kijk, want dat staat nu in zijn vrij en 4x4, dus deze, kijk, dit werkt zo, hè. Kijk, let op. En die versnellingspook, daar zit aan de onderkant zit zo'n pieleke waar eruit komt. Dat valt dan hierin. Zo, zie je. Dus nu staat hij in tweewielaandrijving. En als je hem dan zo naar voren doet, zo... Dan staat hij vierwielaandrijving en als je dan de pook opzij doet, zo, dan gaat hij naar dit gaffeltje. Hè, zie je die ernaast ligt, daar. En die moet hij dan naar achter doen en dan staat hij in de kruipversnelling. Maar dat kan dus alleen maar als deze in zijn vrij staat. Dus zoals hij nu staat zou het moeten kunnen eigenlijk, maar dat gaat niet. Dat was wat we van de bovenkant ook al hadden gemerkt. Hè? Hier zit een arreteringje in die voorkomt dat dat ding kan bewegen als deze niet in goede versnelling staat. Maar hij gaat het doen. Hij had gewoon een beetje liefde en aanmoediging nodig. Dat is het. Is hij gewoon helemaal vastgeplakt. Misschien als ze lomp hadden gedaan met een versnellingspook langs boven was het ook wel gelukt. Maar... ja, je weet natuurlijk nooit aan de binnenkant van de bak wat er dan gebeurt. Kijk, hebben ze. Het is gewoon verkleefd vet. Dat is net wat we dachten. Die versnelling is natuurlijk nooit gebruikt. Dat is gewoon een hele punt. Nou ben ik benieuwd, want nou zal hij waarschijnlijk... Ja, kijk, zie je? Nou gaat hij natuurlijk niet meer rond. Wat we kunnen proberen... Nou, dat is eigenlijk wel interessant... Als ik hem nou zo zet, kunnen we waarschijnlijk... Kijk, zie je? Nou kunnen we hem draaien. En op het moment dat ik die kruipversnelling inschakel... Dan niet meer. Kijk, dan als ik hier aan de motor draai, dan gaan we gewoon de wielen mee draaien. Ja, kijk, zie je? Hij doet het. Hè? Moeilijk zo. Ja, kijk, moeilijk omdat jij aan de achtergrond een beetje aan het zingen was. En wij probeerden net een stukje uitleg op te nemen. Dus ik denk dan... maar het is goed dat je jezelf even kon presenteren dan. Ja. Zing nog maar een keertje dan. Nee. Oh. Dit is... Oh jee, pas maar op hoor. Zo sta je daar op Instagram ergens. Ja. Dat is goed. Dus dan werkt heel die versnellingsbak gewoon. Er zat daar dat ding gewoon verkleefd. Nou, dat is nou opgelost. Dan moeten we hem wat uitspoelen, die aftapplug eraf. En dan langs boven denk ik gewoon wat diesel erin gooien, er doorheen gieten. Dat hij eventjes dit heeft al die zut en vooral het water ermee uitgaat. Want dat is natuurlijk niet lekker. Mannen die kijken, het is zondag moederdag. Ja, yeah, dat klopt. Ja, maar misschien weten ze dat niet. Weet je dan zijn, ja, dat is het alle oud nieuws. Jij wist het ook niet, ik weet zeker. Maar weet je nog hoe ons uploadschema is?
Oh nee, dat meen je. Komt dit maandag? Klopt. Ja. Je bent te laat. Ah. Ja, tenzij die vrouw. Het is meer een mannending, hè, dan Emiel. Oh wel, dat hoeft ook weer niet. Maar de meeste kijkers zijn toch mannen? Ja. Wel, hè? Ja, jij weet dat, hè, Tom? Ja. Ik dacht ergens iets van 98%. Oh, zie je dat? Je, Emiel, je moet meer vervrouwen. Dat is precies weer overeenstemmen. Dat is echt mijn hobby. Maar niet echt. Dat is hem. Oké. Of is hem dan niet? Hij zit ernaast, denk ik. Hij is in de 4x4 stand gegaan. En misschien is dat ook wel de manier om erop te zetten. Dat kan natuurlijk, hè. Dat maakt niet uit. Het voordeel daarvan is wel dat hij natuurlijk meer kan bewegen. Oh, zo kan ik het wel zien. Hallo? Hey, ben je daar weer? Ja, ik had dit bedacht. Ja? Je gaat me ten huwelijk vragen. Wanneer had je dat in gedachten? Nou, zondag, want dan is het moederdag. Okay. Ja, jij komt er niet mee, ik heb de planning alvast voor je gemaakt. Oh, nou ja joh! Ja, dat is wel een lang verwacht moment, hè? Nou, kan ik er eigenlijk echt niet meer onderuit eigenlijk. Ja, en niet zo een beetje zo slaperig, hè? Maar wel echt voorbereid. Oh. En dat ik dan heel veel gras doe, zo. Oh, dat ik echt niet aan zie komen. Dat werkt. Nu dit geval. Even zien. Dat is weer tweewielaandrijving. 4x4. Ja. En dan nu de kruipversnelling. Kijk. Werkt. Er zitten twee aftappluggen daar. Nou, pa. Ik kan niks zien. Ja. Je moet, waarom doe je dan ook geen veiligheidsbril op? Het heeft weinig nut, dan valt het toch gewoon net achter. Het is, oh ja. Het is niet dat daar... Eens kijken wat daaruit komt. Hé, hey, kijk eens. Zo. Glens water. Ik zei het, hè. Is toch goed dat we daar even wel andere olie in gaan doen. Zie je wel, een vuile troep dat is. Klonten ook. Ja, het zal wel. Volgens mij is dit gewoon de oude benzine die uit die Luas kwam. Kunnen we nou gebruiken om de versnellingsbak schoon te maken. Gaat goed. Dat brandt nog wel hoor. Er zal ook wel water uitkomen, vermoed ik. Vang mij. Ja, deze was minder, hè? Ver leeg. Ja. Hebbes. Dadelijk een blends olie in je gezicht. Ja. Uh-oh, olie in je mouwen dadelijk, oei. Ik ben benieuwd wat daar eruit komt. Oh, dat ziet er mooi uit. Ja, maar we gaan hem toch verversen. Het ziet er goed uit, die olie. Zo had hij in de versnellingsbak ook eruit moeten zien eigenlijk. Ik ga even een glasplaatje halen, die is klaar. Woe! Look at you. Ja, ja, daar is hij. Ik wilde zeggen, we hebben wel een raam. Maar het raam hadden we al. De ruit moesten we nog hebben. Daar is hij.
Ja, ik had bij een paar verschillende bedrijven had ik offertes opgevraagd. Er zijn natuurlijk allemaal van die mooie online shops allemaal. En ja, ik dacht, dat is natuurlijk, die zullen misschien wel het goedkoopste zijn, maar dat was dus mooi niet waar. Ik heb hem keurig gewoon hier in het dorp laten maken en laten harden. Het is gehard glas. Ze benadrukte nog, zet hem niet op de zijkant zo op de stenen, want dan heb je kans dat hij kapot springt. Dus hard glas is heel sterk, maar je moet niet hard op de kopse kantjes tikken blijkbaar. Oké? Okay? Daar moet hij komen. Dan moeten we dadelijk even met twee man doen, maar ik moet eerst het rubber eromheen maken. Luchtfilter, oliebadfilter. Even kijken, even de volgorde van alle onderdeeltjes onthouden. Kan dit er ook uit? Ik zou zeggen van wel, maar ja hoor. Ja. Dat valt wel mee. Ziet er eigenlijk wel goed uit. Weet je wat ik denk? Zo om dit gewoon schoonmaken, deze, en zo laten, omdat we alleen deze kant een beetje schuren hier bovenop. Zo. Ziet eruit die olie. Zo, bloep, die is gewoon mooie kleurtjes. Kijk maar, dat is wel een prut dat daarin zit. Hey. Netjes man. Dat is wel goed gelukt toch? Ja. Wat moet ik zeggen? Hopsa. Oké. Laten we beginnen met het raamrubber eromheen te fabrieken. Zitten we op 70, daar is het midden. Een raamrubber. Even kijken. Misschien moet hem in het raam zelf erin zetten. Wat een taai. Ja, dat rubber dat was bijna net zo duur als die glasplaat, hè? Ja. Ja. Ja, dat was niet zo goedkoop. Oké, we gaan het rubber ontvetten aan de binnenkant. Dan misschien dat hij dan wel blijft hangen. Hij blijft echt niet zitten. Het is ook zo'n stugge Jaap. Hij wil ook die bochtjes, daar heeft hij ook niet veel zin in daar hoor, hier. Eventjes een beetje ontvetten daar. Misschien dat hij dan wel een beetje wil blijven hangen. Natuurlijk kijk ik ook wel het raam schoonmaken dan. Het blijft gewoon totaal niet zitten. Hier. Nee. Auw. Wat een rotting is dit zeg. Het is toch gelukt. Zo, met een boel tapejes. Extra handen. Ja, die moeten we afknippen. Daar. Wel goed knippen. Niet te kort knippen, dan is het janken. 2,5 meter, 3 meter. Zo.
Hij is nog een beetje te groot, maar dat is goed. Want ja, dan heeft hij een beetje lengte over. Als hij een beetje gaat krimpen, dan past hij nog steeds. Siliconen. Gelukkig zijn we klaar met schilderen. Dat hadden we eigenlijk eerst even moeten doen. Maar kan nu ook nog. Het is goed. Denk om de verf. Oh nee. Hier moet hem als eerste erin zetten. Ik hoop dat hij blijft zitten zo. Oh, vooralsnog wel. Prrr, flop, terug op een rol. Oh nee. Kom, Timmer. Yep. Oké. Hij moet hem precies in die groef zetten zo. Kijk even op. Bij jou zit hij volgens mij al enigszins. Hier wilt hij er niet in. Gemanipuleerd krijgt dat hij het gaat doen. Even kijken. Moet hij daar. Ik zit hier die touwtjes voor in, maar als we hem nog vast eronderin gewoon erin kunnen zetten, dan zijn we al een heel eind. Trekt hij naar binnen. Ja, nou moeten we hem eigenlijk een beetje naar beneden douwen, zonder dat hij eruit schuifelt zo. Oké. Yes. Een beetje mee helpen daar. Ja, hij is net in die bochtjes aan, maar dat is wel op. Ja, zie dadelijk als we daar. Want ik moet een beetje gelijkmatig doen. Ik moet hier ook doen, want anders kan die niet. Hè? Want dat raam kan natuurlijk niet. Hè? Het gas hier ook aan het krullen. Put hem naar beneden. Werk een beetje. En deze, ja, die zit goed. Tori. Trekken daar ons rubber kapot daar, ja. Nou, en dan een beetje daar weer. Dat is goed. Pak maar eraf hier. Het oorspronkelijke was ook gehard, hè? Dat kunnen we nog zien, want er liggen nog stukjes van het motorblok. Kijken. Dan moeten we deze gewoon er allemaal afhalen, denk ik. Ja. Hij kan eigenlijk niet meer echt eraf schieten daar, zou ik denken. Die zit ons dadelijk echt verschrikkelijk in de pad, die tapejes. Beetje extra sap. Dat wilde die gewoon.
Plop. Nou, hup. Woehoe. Daar is hem. Oh nee. Nog een rode kruissteker erop. Oh jee. Maar het is fijn, want deze plakken we aan de binnenkant van het raam. Dus dan kunnen we er zo'n verwijderbare sticker overheen doen, mocht het voor de openbare weg niet mogen. Plakken? Dat weet ik niet. In de week niet. Dan moet er van het weekend terugkomen, jongen. Kunnen we die rechtsplakken naar de grond? Kunnen we die rechtsplakken naar de grond? Godzijdank, dat is echt scherp, hè. Hoezo, de kruis is toch best recht? Ja, de kruis is recht. Let op, de auto staat een beetje scheef, hè? Zie je hem niet laat vallen zo, flop, in het zand. Oh. Dan kan je janken. Ja, volgens mij zit goed. Zit hij mooi, hoor. Ja. Hopsa. Is goed, toch? Dan het water eronder uit wrijven. Ja, wacht maar even. Dan moet je oppassen, want dan heb je nog kans dat hij gaat verschuiven. Ja. Mooi! Finishing touch. Wat verrekken. Ja, dit is... ziet er mooi uit, dit. Even kijken vanaf hier, hoor. Ik vind hem een beetje raar uitzien, omdat hij nou op die bokken staat. Ja. Ziet er een beetje maf uit, hè? Ik wilde eigenlijk een motorkapje erop leggen voor het zicht, maar... Dan zit hij maandag weer in de weg. Of zullen we hem even erop leggen? Dan is hij helemaal klaar eigenlijk wel. Hij is zo... Puntje dicht. Het is alweer tijd! Ja, we hadden hele ambitieuze plannen om heel de olie en de ramen, alles in orde te hebben. Maar het is gewoon alweer tijd. We moeten het alweer gaan afsluiten. Maar ik vind dat we wel lekker gewerkt hebben. Deze erin. Ik moet zeggen, dat was best wel even nog een heel gevecht. Maar hij zit op zijn plek. Ik moet alleen de borgpees nog erin zetten natuurlijk. Hè. Die hebben we ook. Nou, dit is goed. Gehard glas zit erin. Maar dat zat er origineel ook in. Dat was helemaal uit elkaar gesprongen. Dat zag je wel vaker in die tijd. Tegenwoordig zit er eigenlijk altijd gelaagd glas in de voorruit van de auto. En dat is natuurlijk wel handig, want gelaagd glas is sowieso, als daar een steen op springt, dan blijft het in elkaar hangen. Dus dat geeft dan meer bescherming. Dit spat in één keer helemaal kapot. En je hebt ook nog het risico dat als er een steen op komt, dat het in één keer helemaal versuikert. Hè, dat het erin blijft zitten en dan zie je eigenlijk niks meer. Dus er zijn wel een aantal nadelen aan. Maar goed, ik vind het mooi. Het is prima zo. Ik ook. Ja, toch? Ja. Goed gelukt. Daarom. Ja, en nog een sticker erop ook. Ja, dat... heel veel van jullie hadden me daarop gewezen. Zei, je mag eigenlijk helemaal geen rode kruisstickers zomaar op een voertuig hebben. Heb ik even nagekeken en dat klopt inderdaad. Dat mag zomaar niet op de openbare weg. Ja, kijk, als het ding hier binnen staat, dan denk ik dat er weinig op aan te merken is. Maar ja, als je ermee over de weg gaat rijden, dan mogen ze er dus niet op zitten. Nou, deze plaatjes kunnen we natuurlijk makkelijk afhalen. En deze sticker hebben we aan de binnenkant van het glas geplakt. Dus dan kunnen we heel gemakkelijk zo'n verwijderbare sticker overheen plakken. En dan zie je hem ook niet natuurlijk. Dus ik denk dat het goed is. Goh, ja, en die versnellingsbak opgelost, hè, de kruipversnelling. Ben ik benieuwd. Want als we dan binnenkort alle olie en zo in orde hebben, dan zijn het eigenlijk nog maar een paar kleine dingetjes, nog een beetje smeren. Misschien de olie van de eindvertraging hier nog even controleren. En dan is hij eigenlijk wel klaar. Dan kunnen we hem gaan testen. Oh ja, dit is toch wel heel voornaam. Die moeten we echt niet vergeten trouwens. Kijk dit. Die bouten die had ik nog besteld. En die heb ik ondertussen al binnen. Maar die hebben we er nooit meer ingezet. Zie je dat? Dat zijn natuurlijk wel een paar behoorlijke gaten. Daar loopt wel flink water naar binnen. En dit ook natuurlijk, hè, maar... Ja, ik moet nog even... Ik ga misschien nog even uitzoeken hoe het zit met het oliefilter wat daar in de krukas zit. Of dat we dat nog schoon moeten maken of niet. Het is niet heel makkelijk. We moeten wel die V-riemen eraf halen en zo. Dat is niet zo'n fijn klusje. Ja. We kunnen het ook gewoon lekker zo laten. Dus, en we gaan het afsluiten, want we gaan live. Het is vrijdag natuurlijk als we dit opnemen. Dus we gaan lekker een pilsje drinken.
Dus ik zou zeggen, Fabian, hartstikke bedankt voor je hulp vandaag. Ja, geen probleem. Ja, en je hebt een mooi ding daar gefabriekt. Ja. Ik kan in ieder geval zeggen, van die heb ik gemaakt. Die daar zit ook. Ja, dat is mooi. Hey Jasper, jij ook hartstikke bedankt natuurlijk vandaag. Gedaan, ja, super. Ik vind het nog steeds gezellig. We gaan een pilsje drinken. Lekker. Ja. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei. Hoi. Wow, wow. Hey, doei.